Dank voor jullie allen aanwezig te zijn in deze eerste werksessie van Building Life. Ik ben Ruben Zonneveil, ik zal deze aftrap doen en zo het woord geven aan Letitia, die namens DGFC dit hele traject helemaal trekt en organiseert, en ook deze sessie. Nou, we zijn dus gestart. We willen, zo meteen komt ook de agenda richting 4:15 afsluiten met de plenair, en daarna is er nog ruimte voor individuele terugkoppeling. Of anderszins. Altijd wel handig is je Zoom-naam. Dat kan je aanpassen. Misschien met je, nou, de meeste volgens mij hebben een naam ook wel. Misschien ook wel handig om je organisatie even achter te zetten. Dat helpt ook weer om elkaar ook even te duiden van wie hebben nou precies allemaal. Dan hoef je niet naar je naamkaartje te kijken op je borst, hè, van vroeger, maar nu misschien onder je Zoom-naam. Nou, iedereen heeft volgens mij goed zijn camera uit of aan en een microfoon uit. We hebben de chatbox ook voor vragen en dergelijke. Nick heeft al hier daar ook uitgenodigd, mocht je daar nog een vraag over hebben, anderszins welkom. Deze sessie wordt ook opgenomen, ga ik vanuit. Dat is misschien nog een puntje van aandacht. Omdat het dan voor onszelf in ieder geval terug kunnen kijken. Ik weet niet zeker of die ook daarna wordt gedeeld eigenlijk. Dat zullen we anders nog via de chat ook aangeven. Mocht je daar problemen mee hebben, dan geef dat met de chat aan. Introductie ook van allen hier aanwezig. Zoals jullie ook zien wie dit allemaal faciliteert. Dank ook aan Nick en Letitia. Zou jij eigenlijk ons verder door deze sessie heen kunnen leiden? Yes. Waarom zitten we hier? Project Building Live. Het is een samenwerking tussen de DGBC en 9 andere Green Building Councils in Europa. Waarbij we samen met de markt toewerken naar een net zero whole life carbon visie routekaart in de komende 2 jaar. Dus we zijn net gestart. Doen dit ook. Dus voor de markt, maar ook zeker voor politiek, voor beleid, zowel nationaal als Europees beleid. Het doel is eigenlijk om eind dit jaar een voorstel te doen naar Brussel. Wat wij hier in Nederland merken is dat we het stuk embodied carbon wat meer op de kaart willen brengen. Nou ja. Embodied carbon, wat is er nou precies? Dat zijn eigenlijk de emissies die gerelateerd zijn aan materialen die je niet ziet. Dus je zou kunnen zeggen als het stuk ijs onder water. En ook de proces, het hele bouwproces. Wat is het aandeel dan daar eigenlijk? Dat is 11% van de wereldwijde CO2-emissies per sector. Het operationele carbon stuk is een stuk groter en daar ligt de focus op in ons Paris Proof project, voor degenen die dat kennen van DGPC. Met Building Life proberen we dus zowel embodied als operational bij elkaar te trekken om toe te werken naar een whole life carbon visie. Hier is dat in een mooi rondje even uiteengezet, om zo de hele bouwsector mee te kunnen nemen en ook daarin dus afwegingen te kunnen gaan maken in keuzes en toe te werken naar een holistisch stuk om CO2 te gaan verlagen in de bouw. Dat was voor nu het eerste stuk, een korte introductie van Building Life. Ik ben Anne Keura, werk bij Edge. Voordat ik even iets mee vertel over Edge London, wil ik even zeggen, het Nederlands is niet mijn moedertaal, dus excuses voor eventuele feitjes. Het wordt misschien wat een talenmix. Edge is een vastgoedontwikkelaar vanuit Nederland, maar we werken ook in Londen en Duitsland. We ontwikkelen duurzame, gezonde en slimme kantoorgebouwen. En we zijn in 1997 opgericht als OVG. En toen al met een sterke duurzaamheidsambitie. We hebben bijvoorbeeld The Edge op de Amsterdam Zuidas opgeleverd. Toen het meest duurzame gebouw in de wereld was. We zijn in 2018 gerebrand als Edge. Eigenlijk nog steeds hetzelfde bedrijf. En hebben dan vanaf 2018 ons focus meer uitgebreid. Ook in de richting van technologie en de gezonde gebouwen. Met Edge Olympic, ook in Amsterdam, als het eerste gebouw met een WELL Platinum certificaat. Wat wij als grote uitdagingen zien, dat zijn eigenlijk twee dingen.
We zien natuurlijk de climate crisis en de CO2-emissies die door gebouwen worden veroorzaakt. Ik denk dat 40% de kerngetal die is aan de meeste mensen bekend. En op de andere kant zien we ook dat de mensen in het gebouw en zijn fysische en mentale gezondheid op dit moment eigenlijk door de meeste gebouwen niet echt ondersteund wordt. Dus wat wij zeggen is, the world needs better buildings. En hoe wij dat aanpakken is gebaseerd op 4 pillars. Well-being, design, sustainability en technology. En die grijpen eigenlijk ook in elkaar en versterken elkaar voor een holistisch aanpak en een holistisch ontwikkeling van gebouwen. En voordat ik nu iets verder over ons project Echelon wil vertellen, wil ik er even iets kort over de markten zeggen in die we werken. We werken in Duitsland, Nederland en Engeland. En wat we zien is dat die 3 markten ook echt een verschillende focus qua duurzaamheid hebben. Dus we zien in Duitsland een heel sterk focus op primair energie. In Nederland een sterke focus op circulariteit en LCA. Dat hebben we net ook in de doelstellingen eigenlijk al gehoord. En ook een focus op klimaatadaptief gebouwen. En wat we in Londen zien is echt al de focus op net zero carbon. Je hebt operationeel en ook embodied. En wat je in Londen ook heeft is de verplichting om bepaalde duurzaamheidsparameters openbaar te maken tijdens het planningsproces. Dus daardoor krijg je eigenlijk een heel sterk race for the hard facts in Londen. Dus om dat reden zijn we natuurlijk in midden dat race for the hard facts. En Edge London wordt Londens meest duurzaam kantoorgebouw. Edge London gaat een heel laag in het operationele energieverbruik hebben, maar ook een laag embodied carbon footprint. Dus targeten we zoiets van 650 kilogram per vierkante meter, wat voor een kantoortoren echt super laag is. En we gaan de restelijke carbon offsetten en daardoor een zero carbon ontwikkeling bereiken. Het London Bridge is ook het enige gebouw in Londen met een BREEAM Outstanding en een Platinum certificaat. En krijgt ook een Wired Score certificaat voor de technologie in het gebouw. En we gaan samen met de huurder en toekomstige huurders werken voor een totaal operationeel energiegebruik die dan ook in line met Paris Proof is. Het London Bridge staat echt direct naast de Shard in London Southwark. En heeft 28 verdiepingen en ruim 24.000 vierkante meter. Dus een best wel grote ontwikkeling voor zo'n binnenstedelijke locatie. Op de begane grond hebben we een openbaar park. Dat werkt als outdoor meeting room, als lunchplekje. En het stimuleert natuurlijk ook de lokale biodiversiteit. Dat park dat trekken we dan eigenlijk binnen in de plint van het gebouw. Waar we echt verzoeken of gaan werken dat binnen en buiten even te blurren en even samen te brengen. En op dat begaande grond hebben we wat shared spaces om te ontmoeten, te ontspannen. We hebben een café voor sociale interactie. Op de eerste verdieping hebben we dan een open werkomgeving en flexibele werkplekken. Om ook voor de toekomst flexibel te blijven. En daar trekken we via wieders in het gebouw veel daglicht binnen en creëren visuele verbindingen. En hebben in dat wieden zo'n soort van sunken garden. We hebben om de biodiversiteit en biofilia te ondersteunen. Wat je hier ook kan zien is de constructie van het gebouw. Om een laag operationele carbon footprint te bereiken, hebben we een uitgebreid analyse gemaakt van de structuur, van verschillende gitmaten, van constructiematerialen en methodes. En wat we uiteindelijk hebben gezien is dat als we gebouwen volledig in een houtconstructie bouwen, dan hebben we zoveel staal nodig voor de stevigheid van zo'n hoog gebouw, dat het eigenlijk een hoger embodied carbon heeft dan het met een recycled beton te bouwen. Dus was uiteindelijk de keuze voor een hoofdstructuur met betonkolommen en betonplafond als een post-tension concrete slab. Ik heb geen idee wat dat in het Nederlands is. En dat door het post-tension concrete slab krijg je echt super slanke plafond. En dat heeft dan minder materiaal nodig en daardoor heb je minder embodied carbon.
Verder hebben we met een grid van 9 op 7,5 meter echt ook een super dichte grid voor Londen. En dat heeft dan weer minder materiaal nodig in het plafond en weer minder embodied carbon. Maar we gebruiken in het Londen ook hout, maar hout dan echt op de juiste plekken. En we hebben in het noorden, aan de noordzijde van het gebouw, een flexibele zone. Die heeft een andere structuur dan de rest. Dat kan je hier ook zien. Dat is een hybride structuur van staal en CLT, cross-laminated timber. En de grid hier is ook anders met 6 op 6 meter. En door dat CLT-platform, die kan je op, eigenlijk op elke locatie kan je die wegnemen. En trapjes en verbindingstrappen in het gebouw inbouwen. Dus daar kan je echt verdiepingen met elkaar verbinden. En mensen, de welzijn van de mensen stimuleren zodat ze door het gebouw kunnen lopen. En deze flexibele zone in het noorden, die heeft ook op elke andere verdieping weer terrassen met groenten. En dat ondersteunt verder de biodiversiteit in de omgeving en mensen kunnen er ontspannen ontmoeten. De 24e verdieping hebben we een gemeenschappelijke dakterras. Die kan van alle mensen in het gebouw worden gebruikt. Om te ontspannen, te ontmoeten, een afterwork drink te hebben. We hebben echt ook een super mooie uitzicht uit Londen. Dus daar ben ik echt benieuwd hoe dat gaat uitzien in Londen. Dus uiteindelijk, als je kijkt wat is er nodig om naar een laag embodied carbon te komen in zo'n gebouw, dan moet je eigenlijk vanaf het begin voor elke beslissing niet alleen naar de impact voor de kosten kijken, maar ook naar de impact van embodied carbon. Eigenlijk echt continu vanaf het begin kijken hoe kunnen we de embodied carbon footprint van zo'n kantoortouw optimaliseren. Dus wat je hier kan zien is dat we niet één maatregel hebben genomen om daarna toe te komen, maar echt een groot aantal maatregelen. Je moet echt eigenlijk alle kanten op. Dus we hebben een analyse gemaakt van de constructie, zoals net gezegd, met een hoofdconstructie in beton, maar dan een flexibele zone met een staal CLT-constructie. We gebruiken maximum recycled materialen voor de gevels, voor de vloeren, voor de constructie en subconstructie. Dus je moet eigenlijk echt op alle parameters op carbon focussen. Maar dan kom je ook echt naar een laag embodied carbon project. Dus dat is wat we in Edge London op dit moment zien. En we zijn heel blij met dit project. En dat was mijn toelichting over de Edge London. En ik hoop dat ik jullie wat inzicht kon geven in zo'n laag embodied carbon project. The Gorlias Laboratory at Leiden University was put into use in 1971. Designed by architect Geert Drexhage, the 10-story steel structure gave the city a new silhouette. It would also be the beginning of a new science campus. In the decades to follow, many students, researchers, and scholars would walk the corridors of this building, the symbol of a culture that spanned a leading international innovation district. By 2019, after 50 years of service, the Gorlias was slated for demolition to make room for more modern labs. The companies heading the new project, Popmater Stege Architects and IMD Engineers, had a remarkable plan. Why not use this fascinating steel structure, being knocked down only a stone's throw away from the new building site, as the basis for the new BioPartner 5 laboratory? In the 1970s, when the building was erected, steel construction had become increasingly affordable and therefore popular. The consumption of steel continues to increase globally today, while natural resources are diminishing. Yet the world has come to realize that we have to lower our energy consumption and decrease our carbon emissions. It seems logical to look at our current building stock for reusable steel, especially since the lifespan of steel construction is often longer than the building it supports. The Gorlias building turned out to be a perfect donor building with excellent donor steel. 165,000 kilos of steel was disassembled, transported, and processed on site, and reused as the main structure for BioPartner 5,
all within budget. The new BioPartner 5 will literally continue the campus's culture, standing on the shoulders of its predecessor. Reusing the steel helped to reduce the project's carbon emissions by an estimated 200 tons. This process also strengthened the relationship between the project's stakeholders, and it firmly anchored BioPartner 5 in the local history of the university, its surroundings, and everyone involved. BioPartner 5 shows the promise of large-scale reuse in the building industry. Wat dat filmpje denk ik goed laat zien is, wij hadden een opdrachtgever die gewoon het wilde doen. Daar is een team omheen ontstaan. Wij zijn vanaf het begin betrokken die dat ook wilde doen en heel lokaal wilde oplossen. Dingen wilde oppakken. Hergebruik was al vanaf het begin echt de focus. En een andere focus was een energie-neutraal gebouw maken. Die staalconstructie waar dat verhaal net over ging, dat was een belangrijke stap. BioPartner is dus een soort van is een incubator organisatie die laboratoria en kantoren levert op het Leiden Bioscience Park. BioPartner 5, het project waar we het hier over hebben, 7000 vierkante meter circa. Die cultuur, ik heb eigenlijk maar een presentatie opgezet, want ik werd ook vrij laat hierbij betrokken, maar ik heb een presentatie opgezet die gewoon heel erg gaat over dat doen. Want ik denk dat dat nu het inspirerende is van dit project. We zijn het met z'n allen gaan maken en het is bijna klaar, zoals je op de foto's ziet. Dus nog geen shiny affe foto's, die gaan natuurlijk komen. Maar je ziet hier wat we doen en dat is eigenlijk, basis is materiaalgebruik natuurlijk minimaliseren. Zoveel mogelijk hergebruik. Maar ja, die laboratoria die eisen natuurlijk gewoon ook veel dingen. Dat is toch high-tech. Dus we hebben hergebruik gemaakt waar het kan. Hè? Zoals Anja dat eigenlijk ook deed. En zoveel mogelijk bio-based nieuwe materialen waar het moet. Kwamen dan bijvoorbeeld toch niet. Kozijnen die zijn dan toch ook weer van aluminium. Omdat die gewoon de luchtdoorlatend eisen hebben. Maar dat is de aanpak in zichzelf. Nou, verder zijn het een aantal pagina's die laten zien welke thema's we nog meer aansnijden. We hebben bijvoorbeeld gevels gemaakt met puin, kalkrijk puin. Uit datzelfde Goleus lab wat je zag gesloopt worden. En dat bevordert de biodiversiteit. Dat zijn we ook aan het meten met Naturalis, of dat ook werkelijk resultaten boekt. We hebben ook heel erg gezocht naar welke ruimtes we eigenlijk niet geconditioneerd uit kunnen voeren. Dus een deel van de ontmoetingsruimte van het gebouw is gewoon een kas met enkel glas die we niet verwarmen. Maar waar je gewoon eigenlijk de klimaatverschillen die dan ontstaan accepteert. Daarmee reduceer je ook heel veel materialen en heel veel energie natuurlijk. Regenwateropvang hebben we heel centraal gezet. Die bewatert ook weer die schanskorven die je ziet met dat puin en alle beplanting eromheen. Er is natuurlijk ook heel veel beplanting gerealiseerd. En het gebouw is ook energie-neutraal. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want laboratoria zijn enorme energievreters. En je ziet ook wel aan de vorm van het gebouw is dat we echt hebben gezocht naar een soort optimum. Een drielaags gebouw uiteindelijk, waar je genoeg dakoppervlak kon realiseren, zodat je eigenlijk alle energie op het benodigd voor het gebouw, buiten de apparaten, dat wel gezegd, opwekt op het gebouw. Dus zowel een hele hoge MPG van 0, of een hele sterke score op MPG 0,57, maar ook energie neutraal. Dus dat is mijn presentatie. Nou, dank jullie wel. Mooie resultaten. En wat we leuk vonden van deze project is dat zowel Embodied als Operational Carbon hier goed naar voren kwam. Leuk. Mooi. Het is
tijd voor de afsluiting. Voor nu dank ik jullie erg voor jullie tijd en enthousiasme. En tot de volgende keer.